Een viool klinkt nog steeds en lijkt alleen voor mij te spelen. En voert me mee naar de oude wereld. Dit is een van de eerste verhalenbankjes in Haarlem. En het verhalenbankje is eigenlijk een bankje waar je een verhaal kan luisteren. Zo simpel is het. Sinds het weekend staan er 3 verhalenbankjes in Haarlem. Op de Zomervaart, de Hommeldijk en op de Koude Hoorn. Elke bank heeft haar eigen verhaal. Nou, op het bankje zit gewoon een QR-code, een plaatje met een QR-code. Dan neem je je telefoon, camera aan. Dan scan je de QR-code. Klik je hem aan en dan kom je op de verhalenbank terecht. Dan kom je bij je verhaal. En die kan je gewoon... Mijn geluid uit? Zo luisteren. Het lijkt alleen voor deze dag, althans wat er van over is, is voor mij. Wat vindt u van het idee? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, ik ga het zeker de bankjes bekijken. In Haarlem, ik loop heel vaak te wandelen. Dus, maar ik had het niet gelezen. Ik vind het een heel goed initiatief. Wat hoop jij dat het de mensen brengt? Dat dit er is in Haarlem? Dat mensen de ruimte en de gelegenheid nemen om even stil te zitten. Even rustig gewoon, ja, geniet van het uitzicht, geniet van het verhaal. Dat. Elke maand krijgen de bankjes weer nieuwe verhalen. Die gaan over van alles. De stad Haarlem komt er vooralsnog niet in voor. Nee, dus we zijn eigenlijk op zoek naar een Haarlemse schrijver die misschien iets over Haarlem wil schrijven. Dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel leuk zijn. We zijn er ook nog niet, want we hebben nu 3 verhalen hier. Maar we willen natuurlijk gewoon veel meer bankjes hier. Dus we kunnen best wel een Haarlemse schrijver gebruiken.